Ik wil graag de komende weken in gesprek gaan met de inwoners van Berg en Dal. En dat doe ik op een laagdrempelige manier. Ik ga namelijk met een e-chopper door de dorpen heen op zoek naar de inwoner zeg maar, die ik daar aantref bij winkels, bij dorpsverzamelpunten. De wethouder gaat met de inwoners in gesprek om te achterhalen hoe de inwoners zelf bezig zijn met duurzaamheid en wat ze vinden van de plannen van de gemeente. We kiezen er nu voor alleen zon op dak en zon op land, maar moet er ook verder gekeken worden naar bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens, welke grootte dan ook. Of hebben we andere vormen van energieopwek nodig, bijvoorbeeld waterstof of iets dergelijks. De inwoners van de gemeente Berg en Dal kunnen hun mening delen via een enquête. De enquête die staat vanaf vandaag staat die op samenbergendal.nl. En dat is een digitale vragenlijst waarin mensen worden bevraagd naar hun eigen omgeving, hun eigen gewoontes en hun eigen wensen. En er wordt gevraagd naar wat ze voor de toekomst willen met Berg en Dal. Dus het is een digitale vragenlijst. We nemen ook fysiek vragenlijsten mee. Dus op het moment dat we mensen tegenkomen bij een supermarkt of in het dorp, kunnen ze die ook ter plekke invullen en aan ons meegeven. De wethouder wil eind van het jaar in gesprek gaan met de gemeenteraad en wil daarbij de resultaten van deze enquête meenemen. De gemeenteraad is natuurlijk gekozen door de inwoner en vertegenwoordigt de inwoners. Maar ik vind dat het ook af en toe goed is om de mening van de inwoner te peilen en om dat mee te geven aan de gemeenteraad. De dorptour die gaat volgende week vrijdag 6 oktober van start. Het is natuurlijk altijd voor wat hoort wat. En in dit geval onder alle invullers van de enquête delen we 10 lunchbonnen uit ter waarde van €50. Dus er staat nog wel wat tegenover.